Robert Geesink, NK vandaag. Ja, in de Tour ga je aanvallen. Ga je dat vandaag ook doen? Ja, nou ja, als de mogelijkheid er is, zeker. Ja, ik denk dat we met een sterk blok staan en we hebben gelukkig Dylan om op terug te vallen, laten we zo zeggen, als het een sprint wordt. Dat is zeker niet gezegd met dit deel in het veld. Is dat ook het plan, hè? Dylan als achter de hand houden? Ja, nou ja, ik bedoel natuurlijk, ja, als je een sprinter hebt die het af kan maken en die dat de afgelopen weken bewezen heeft, dan is dat zeker een hele goede kaart. En natuurlijk, het is niet een super makkelijk parcours, super vlak. Maar de kans is natuurlijk wel dat het gewoon met een grotere groep sprinter wordt. En dan zitten we met Dylan gewoon goed. Woensdag zei je dat je ook dit kampioenschap wilde gebruiken als, om nog eens extra diep te gaan. In wat voor rol ga je dat vandaag doen? Nou ja, hetzelfde nog steeds. Dus woensdag is 2 dagen, 2,5 dag geleden. Dus dat gaan we gewoon doen. Zo. Ja, maar zou het bijvoorbeeld ook kunnen dat je bijvoorbeeld de hele dag op kop rijdt? Nou, ik denk dat ik wel ga proberen gewoon een goede koers af te leveren. Ja. En dat betekent dus aanvallen? Dat zal uiteindelijk wel moeten dan. Ja. Dankjewel. Ja.